Een hele goede morgen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Het is nogal een beetje donker. Zo, ik heb net de kindjes naar school gebracht. En toen moest ik weer snel naar huis, want zometeen wordt de vloerbedekking op de trap gelegd, jongens. Dat is de laatste klus volgens mij die in het huis gedaan moet worden. En dan is mijn huis zo goed als af. Dus ik ga hem even omkleden. Ik heb de kinderen gewoon in mijn pyjama gebracht naar school. Maar nu komen die mannen de trap leggen. Tenminste, vloerbedekking op de trap. Ik heb even omgekleed. Even mijn tanden poetsen. En dan zal ik jullie zo gelijk de before laten zien. Kan ook wel nu. Als je kan zien. Nou, dit is hem nu. Heel lelijk bruin houtachtig iets. En hij komt zo meteen zwarte. Bij het leggen erop. Dus de kindjes zijn nu op school. Dus dan na school, als ze klaar zijn, dan is het als het goed is af en dan kunnen ze het ook zien. Echt heel leuk. De rest van het tapijt in het huis heb ik ook wel zelf gelegd. In de slaapkamers, in de gang, in de woonkamer heb ik zelf gelegd. Maar een trap kan ik niet zelf leggen. Dus daar had ik echt iemand voor nodig. Dus die komt eraan nu. Oh, ik heb trouwens gisteren geen vlog opgenomen. Dat zo mee uit school gelijk een vriendinnetje meenam. Dus dan kan ik daar verder niks van in beeld filmen. Maar jij houdt echt ervan om met vriendinnetjes af te spreken. Soms speelt ze daar, soms komt ze hier spelen. Dat is wel echt schattig om te zien, dat ze echt helemaal op hun plek zijn hier. Gewoon hier bijna jaren, jongens. Dus dat gaat echt allemaal heel goed. Ik heb die olie op mijn hand gedaan, want op mijn gezicht doen, want ik heb mijn handen niet eerst gewassen. Niet dat ze vies zijn, maar ik vind dat idee gewoon. Ik heb het ook met mijn doekje. Maar alsnog, ik wil altijd eerst mijn handen goed wassen, voordat ik aan mijn gezicht die olie ga smeren. Zo. Dan ben ik benieuwd naar de trap, ook hoe lang het duurt, hoe lang het mee bezig is, ben ik benieuwd vandaag. Zo. Zo. En mijn bril schoonmaken. Zo. Oké, mijn haren moet ik doen, maar dat is volgens mij beneden die borstel. Ga ik beneden op mijn haren doen. In de woonkamer. Kiara, je mag zo uit de bench, niet zo piepen.
Oh jongens, ik ben er klaar voor. Het is al klaar. Echt binnen een uur. Ik ga het laten zien aan jullie. Super, super blij mee. Hier staat trouwens nog die kast die in de woonkamer stond. Heel blij mee. Kijk hoe mooi. Mag het niet stofzuigen en heel voorzichtig oplopen, zei hij. Dus ik ga het aan de kinderen vertellen. En ik ga snel het traphekje terugplaatsen voordat de honden naar boven gaan op die nieuwe tapijt. Oh, ik ben blij, jongens. Ziet er echt, echt top uit. Heel blij mee. Toen ja. Ging hij verdrinken, maar dat was zijn droom. Ja. En toen was het gebeurd. Oh, oké. Okay. Kom. Mooi zitten. Zo. Oh, we hebben echt een mooie auto. Riempje goed om. Waar gaan we heen? Naar bioscoop. En met wie? Met ik. En? Zonder... Nee, mama. Wij gaan met z'n tweeën naar bio. Want Jayden moet naar? School! Jayden heeft nu nog school en Zoemia is vrij. Ja. Dus ik vroeg of we met z'n tweeën naar de bioscoop. Ja! Ja! En hij is... Mag ik nog? Ja? En hij is 9, dus hij kan... Hij kan dat wel. Zeker kan hij dat. Ja. En ik was met Jayden naar de McDonald's. Ja. Met z'n tweeën. Dus nu gaan wij iets met z'n tweeën doen. Maar niet te lang, want Jayden is van over 2 uur zo weer uit. Dus dan zijn we alweer thuis hoor. Even filmpje kijken. Ja. En dan gaan we weer terug. Ja. Veel te laat voor de film. Kom. Kom, we moeten echt snel door. Al lang begonnen. Nou, niet al lang. Hij is al 5 minuten begonnen. Dus ik denk dat de reclame ook nog voorbij is, hoor. Goed naast mij blijven. Er rijden heel veel auto's. Goed naast mij blijven. Deze. Wel stil, hè? Hier, reclame nog. En griezelen. Dat is griezelen. We waren net op tijd, jongens. Moet ze plassen. Dus we zijn weer de zaal uit. We gaan nu weer snel naar de zaal binnen. Ja?
Begonnen? Heb je nu? Ja, een hond bent? Nee, als dat ik klaar mag. Ik verdrink! Ik kan niet ademen! Ik kan wel ademen. Ik ben... Voordat Maui de fiets... Een koprol maken. Ja, waarom moet ik er weer even? Weet niet, wat kan je nog meer? Ik ga rennen naar zand en aan mezelf te gaan. Is goed. Breek niet je nek. Ijsje? Het regent hard, jongens. Ja. Maar de film was wel leuk. Ja, Wils. En nu wil je nog even naar de? Mac. En wat gaan we erbij doen bij de Mac? Alleen een ijsje halen, want ik ga thuis koken. Ja. En dan snel naar huis, want Jade is bijna klaar met school. Kijk, onze regen dan zo hard waren we. Kijk, het regent heel hard. Oké, we gaan naar Mackie. Oké, we hebben toch maar gelijk ook eten gehaald. Voor mij, voor Mimi en voor Jaden. Dan eten we dat thuis. Ijsje eten we nu op. En dan eten we het eten thuis op. Want Jaden moet zo door gelijk door naar basketbal. Dus dan hoef ik niet snel te gaan koken. Dus ik heb toch mijn eten besteld. Ik moet die wachten bij het raampje. Het duurt allemaal weer lang. En dan, Jaden is nu uit. Maar hij heeft huissleutel, dus hij kan gewoon naar binnen. En dan zien we hem zo thuis, hebben we eten voor hem. Oké, we zitten in de auto, dus we hebben nu ons ijsje. En we hebben het eten en drinken. Maar we eten snel het ijsje op, dan pas rijden we naar huis. Ik heb trouwens, ik zei trouwens wel, ik heb Jade op huissleutel, maar ik heb ook camera natuurlijk. Dus kijk, heet het op de camera wanneer die binnenkomt. Nou, hij heeft er nog niet, zag ik. Mama, heb jij je sleutel? Mhm. Ja. Smakelijk, Jay! Dat. En Miempje, Patiempje. Ja. Jij wil altijd met speelgoed spelen eerst. Die. En doet dat ook echt.